Het werk wat ik hier doe is over het algemeen wel regelmatig reptielen en voeren 's ochtends. Ja, nog over het algemeen veel schoonmaakwerk, verblijven schoonmaken en als het nodig is een dier hanteren voor medicatie of nagels knippen. Je moet even je handen ontsmetten, mogen de dieren eruit, die kunnen in de bak. Vers water erin, dus niet eruit gooien en weer vers water, nee, eerst schoonmaken. Dan kan die weer daarna terug. Wij zijn een combinatie van kinderboerderij, dierenpark, zorgboerderij. Wij hebben eigenlijk heel veel dieren die op kinderboerderijen ook terugvindt. Maar daarnaast hebben we een tiental soorten die veel kinderboerderijen niet hebben. En dan hebben we natuurlijk onze reptielen, waar we altijd een aantal mensen zijn die specifiek voor deze diergroep komen. Nou, je kunt in dierentuinen komen werken als bepaald dierverzorger. En het is gewoon, het is een heel breed beroep. Je moet wat met dieren, je moet echt affiniteit met dieren hebben. Je kan jezelf nog specialiseren of je iets wil met knaagdieren of iets met reptielen of iets met zoogdieren. Er zitten wat verschillen in die vakbekwaamheid. Toen ik hier voor het eerst binnenkwam, ik wist niet zo heel veel van dieren. Ik had al wel wat ideeën van, ik vind reptielen en slangen vind ik altijd wel mooie beesten geweest. Ik heb altijd al meer met dieren gehad dan met mensen. En het scheelt dat ik hier altijd rond de dieren ben. Ja, ik ben trots op het werk hier dat ik zoveel over de reptielen heb geleerd. En dat ze me ook altijd willen blijven leren. Want altijd als ik zeg, ik wil nog wel wat meer leren over de reptielen. Dus van, prima, ga maar mee, dan kunnen we je nog wat dingen aanleren. Nou, dit lieve ding is mijn passie. De slangen en de reptielen. En ik vind de camera heel erg interessant.